elektrisch voertuig is eigenlijk een batterij op wielen. En die moet op een bepaald moment aan het elektriciteitsnet gekoppeld worden. En dus er is daar een interactie tussen mobiliteit en energie. De situatie van elke KMO is anders. Wat zijn zijn noden? Wat is zijn energieverbruik? Hoe ziet zijn vloot eruit en hoe gedragen de mensen op de site zich? En dat maakt ook dat geen twee laadpleinen dezelfde zijn en dat die best kan gedimensioneerd worden naar de noden van de site. Slim laden zien we eigenlijk als op een doordachte manier de wagens gaan opladen. En wat bedoelen we met doordacht? Ja, enerzijds rekening houden met de nood van de bestuurder. Maar dan kan je ook gaan rekening houden met de lokale situatie energetisch van de site. Wel, enerzijds wil je zoveel mogelijk je eigen energie, je eigen opgewekte energie gaan verbruiken, die zonne-energie. Dat is goedkoper en duurzamer. Anderzijds wil je ook vermijden van pieken op het net te liggen. Dus we hebben hier eigenlijk een slimme laadparking. Dat wil zeggen dat we hier een reeks aan laadpalen hebben die slim worden aangestuurd. Er is een interface met de bestuurder waarbij wij vragen wat zijn noden zijn. Namelijk wanneer wil die vertrekken en hoeveel moet die bijgeladen zijn. Dat wordt eigenlijk opgenomen in een cloud-based intelligentie die een berekening gaat doen en die rekening houdend met de opwekking van zonne-energie, rekening houdend met de afname van elektriciteit door andere gebruikers en met de individuele noden van de bestuurders, individueel het vermogen van de laadpalen gaat aansturen.